Dag Dylan, 2 goals, 2 assists. Was dit jouw avond of niet? Ja, het was een lekkere avond. 4-1 overwinning, 2 doelpuntjes, 2 assists. Dus je hebt wel een tevreden persoon tegenover, ja. 2 doelpuntjes? Ik zag me echt een wereldgoal, hoor. Wat ging er door je heen? Wat dacht je eigenlijk daar? Ja, we hadden erop getraind op zo'n corner. Alleen niet dat het zo uitgewerkt zou worden als een halve omhaal. Maar goed, mooi dat het zo uitpakt. En toen kwamen veel emoties los. Normaal juich ik vrij ingetogen en rustig. Maar ja, voor het eerst in mijn leven een knieschuivers gemaakt. Ja, voelde ook wel lekker. Hey, dat is zeker. Wow, dit is gelukt. Het geeft je gewoon een extra kick of zo. Ja, het is moeilijk uit te leggen, maar er komt een soort van exclusiviteit uit je. Dat je dat dan even wil uiten. Ik moest denken aan Wayne Rooney. Klopt, tegen Manchester City. Tegen City. Ja, klopt. Nu het zegt, dan. Maar die vijf zat wel iets strakker in. Wat gevoel heeft u aan de wedstrijd overgehouden? Dat we controle hadden. Dat we veel kansen hebben gecreëerd. Dat we onnodig een standaard situatie. Die kwamen letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. Waardoor we meteen naar achter kwamen. Maar al met al denk ik dat we verdiend gewonnen hebben. Ja, heel lekker. Ik scoor vandaag eindelijk weer. En we winnen 4-1. Ik had nog een aandeel in de goal van Brian Limbombe. En wat ik zeg, echt een heerlijk gevoel. Neem ik mee vandaag. De ploeg kwam heel sterk uit de rust in de tweede helft. Wat maakt het verschil? Dat we geduldiger waren aan de bal. We hebben Venlo echt achter de bal aan laten lopen. Ik vind wel dat we veel verder naar voren moeten spelen elke keer. Maar dat hebben we denk ik heel erg goed gedaan. En dat je dan de 2-1 maakt, ja, dan is eigenlijk het verzet gebroken. En dat was goed om te zien. Hoe verteer je eigenlijk terug op de eerste 10 speelrondes met de ploeg? Oef, wisselvallig. Ja, ik vind het wel zo. Soms spelen we wel goed, soms spelen we wat minder. Dat er iets meer consistentie in moet zijn in ons elftal. Daar moeten we aan gaan werken. Maar over het algemeen denk ik dat we niet mogen klagen. Wat zou er aan kunnen bijdragen aan die consistentie? Ik denk dat we mogen wel iets harder spelen, vind ik. En soms een duelletje. Ik denk dat we te veel laten lopen. En ik denk dat je soms ook vervelend als team moet zijn. Dat we dat iets meer moeten zijn. Ja, na 10 wedstrijden zei je ook al op 10 goals. Het record is 35. Ga je die verbreken? Nou ja, ik ben nu goed bezig en ik wil deze lijn graag doortrekken. En, we gaan zien waar het schip strandt. Het kan op 11 en 1. Nee. Maar ik bedoel, ik wil gewoon elke week belangrijk zijn en doelpunten maken. Dus we gaan het zien. Wat is de doelstelling eigenlijk voor Roda? Liefst promoveren natuurlijk. Mocht het niet rechtstreeks zijn, dan via de play-offs. Maar hopen we dat we zo hoog mogelijk kunnen eindigen. Dat we zo snel mogen promoveren. We willen wel kijken naar in de winterstop waar we staan. En waar we dan voor gaan. Dat hebben de jongens zelf uitgesproken. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Er zit wel ambitie in deze ploeg. En tot slot, hoe gaat u deze overwinning vieren? Ik ga even naar boven. Mijn familie is er, mijn vrienden is er. Mijn broer is 25 jaar getrouwd. Dus, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik denk dat we even een biertje gaan drinken samen. En een vlaatje erbij. Een bitterballetje, vind je het goed? Heerlijk, houd het op. Keep it.